wants yesterday's papers? Who wants yesterday's girl? Nou, een tijdje geleden is Noorderzon.nl al gelanceerd en we zijn nu op de officiële receptie van Noorderzon.nl. Hier zit een gedeelte, of het grootste gedeelte van de redactie. Wat is de Noorderzon.nl eigenlijk en wat voegt het toe aan de papieren Noorderzon? De Noorderzon Online wil eigenlijk mensen de kans geven om welk moment dan ook dingen, artikelen, verhalen over de wijk te kunnen lezen, elk moment. Maar ook om te weten wat er in de wijk speelt. Op de agenda bijvoorbeeld. Er zijn zoveel zaken die gebeuren en evenementen en activiteiten. Dat kan je vinden, dat wordt ook steeds bijgehouden op de sites. Maar daarnaast is ook de Noorderzon belangrijk dat mensen zelf ook met verhalen naar de krant toekomen. Die niet hoeven te wachten voor een hele maand voor de papieren krant. Maar dat het online ook geplaatst kan worden. Is het dan ook zo dat op de online versie meer verhalen komen dan in de papieren versie? Ja, dat klopt. Wij zoeken, we hebben eigenlijk de papieren krant, alles wat op de papieren krant staat, dat hebben wij ook. En als er inderdaad heel actueel nieuws is, dan plaatsen we dat gelijk op de hoofdpagina. En dan staat er dus eigenlijk meer in de Noorderzon Online dan in de papieren krant. Verder is het zo dat de foto's in de papieren krant zijn natuurlijk beperkt. Daar kun je er maar 1 of 2 per artikel plaatsen, soms wat meer. En op de Noorderzon Online kunnen we gewoon, is echt een knop voor de foto's voor belangrijke evenementen. Dus er is gewoon veel meer voor de wijkbewoners ook om te zien als ze ergens zijn geweest. Dus dat is erg leuk. Ja, want de evenementen staan ook in de papieren versie, maar die zijn dan waarschijnlijk niet zo actueel als in de online versie. Nee, we hebben gewoon ook extra berichten uit de wijk die heel actueel zijn. Dus we kunnen eigenlijk op elk moment kunnen wij een bericht plaatsen. Maar we hebben als extra voordeel in de online krant dat we er ook video's op kunnen plaatsen. Dat mensen kunnen reageren op berichten als dat nodig is. Dat mensen ideeën kunnen inbrengen. Wij zijn echt door de wijk, voor de wijk of voor de wijk, door de wijk met onze krant. Ja, en is het met de papieren krant dan niet zo? Het is voor de papieren krant ook, maar we willen wat extra dingen gaan aanbieden. Dus waar we nu aan zitten te denken zijn is een pagina voor kids. Dus dat kinderen zelf hun berichtjes kunnen schrijven, foto's kunnen plaatsen, een foto van de maand. Van die dingen die in de papieren krant iets moeilijker te bewerkstelligen zijn. En stukjes kunnen langer zijn, die zijn niet beperkt aan een bepaalde grootte. En wat ook heel handig is aan de Noorderzon Online is dat de agenda heel uitgebreid is. Er staat gewoon alles wat er in de wijk te doen is, van instanties die dingen insturen, dat komt gewoon in die agenda te staan. Dus eigenlijk als je gewoon wil weten, ik ben in Noord vandaag, ik wil wat leuks doen, wat is er te doen? Dan kijk je gewoon bij de agendafunctie. Dus het zijn gewoon, het is eigenlijk de Noorderzon, de papieren versie is heel belangrijk. Ik ben zelf ook een papieren krantlezer. Alleen dit is gewoon een leuke aanvulling. Zo zie ik het eigenlijk. Zo zien wij het, denk ik. Ja, en voor de wijk en door de wijk, hoe groot is het aandeel van bewoners eigenlijk van de Noorderzon? Nou, het is vooral de mensen die actief zijn in de wijk op allerlei manieren. Dat kan heel kleinschalig zijn. Mensen die een klein evenementje organiseren. Het kan een school zijn. Het kunnen verschillende instanties zijn die vaak niet de directe spreekbuis hebben naar de bewoners toe van de wijk. En dankzij de krant kunnen zij nu gewoon hun berichten doorsturen en hebben daardoor een breder bereik. En dat is duidelijk meer dan wat je in een papieren krant kan doen. Jullie hebben ook nog andere interactieve media. Ja, we zijn momenteel ook in contact met Cineac om te kijken of er video's van Cineac ook geplaatst kunnen worden in de Noorderzon Online. Dan kan Cineac zelf zijn verhaal bij de video's schrijven en dan krijg je een wat vollediger beeld van waar Cineac mee bezig is. Dus in principe om elkaar te versterken? Ja, het is eigenlijk dat we een soort van nieuwspact vormen over de wijk. Dus waar Cineac mee bezig is, daar zijn wij ook mee bezig. Hebben jullie ook contact met andere wijkmedia? Ja, we hebben overleg één keer in de twee, drie maanden hebben we overleg met alle media in Rotterdam. Dus in Noord, zeg maar. Van Provenierswijk, Blijdorp, Agnissenbuurt, Oud-Noorden enzovoort. Dat wij uitwisselen van wat kunnen wij voor elkaar betekenen. Vaak zijn er ook overkoepelende, grensoverschrijdende activiteiten die in heel Noord plaatsvinden. Of voor de mensen van heel Noord belangrijk zijn.
En die moeten we aan elkaar uitwisselen. Want soms weten we gek genoeg. Aan de ene kant van de bergweg gebeurt dit. Aan de andere kant van de bergweg op 50 meter afstand gebeurt er ook wat anders. Maar dat weten we soms helemaal niet van elkaar. En die kortsluiting is echt heel belangrijk. Dus dat media ook uitwisselen van wat gebeurt er in de wijk. Wat hebben we elkaar te melden. Dus geef elkaar eens contacten door. En geef elkaar eens evenementen door. Want wij gaan over de grens heen. We zijn net als vogels. We kunnen overal naartoe. We moeten gewoon zorgen dat, dat juist de versterking plaatsvindt. Door elkaar te zeggen op elkaars sites en media die we hanteren, elkaar te versterken en te melden dat we er zijn en dat we elkaar ook nodig hebben. Dus daarom is het overleg ook wat we met elkaar hebben heel belangrijk. Om dingen ook niet te veel naast elkaar te doen, maar ook deels te koppelen met elkaar en naar elkaar door te verwijzen. Doorverwijzen naar elkaar is echt belangrijk. En dan gaan mensen ook vaker naar Signia kijken en naar ons kijken om te weten wat speelt er. Hey, dat wil ik weten. Ik weet waar ik moet wezen. Noorderzon Online. Ik weet wezen om de Signia Noord zijn.